Bij NL Doet steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om samen een bijzondere prestatie te leveren. Dit jaar in Vinkhuizen wordt de goudvink van een nieuw verfje voorzien. Nou, dat juist de brandweer van Groningen meehelpt om de goudvink een kleurtje te geven. Wij zijn hier natuurlijk, onze post staat hier natuurlijk in Vinkhuizen. En zo doen we ook wat voor de gemeenschap. Oké, dat vind ik een mooi initiatief. En juist de goudvink, hebben jullie iets bijzonders daarmee? Nou, het is een buurthuis in de buurt natuurlijk waar onze kazernes staan. Dus die link is wel vrij snel gelegd. En van welke school komen jullie nu? Van het Augustinus College. En die heeft zich aangemeld om hier vandaag lekker mee te klussen om de goudvink op te knappen. Ja, ze gaan naar alle plaatsen toe om verschillende klusjes te doen. Oké. Schoolbordverf op een deel van de gevel. Een prachtig bord om op te tekenen voor de kleintjes van het kinderdagverblijf. En hoe heet die kinderdagverblijf hier? Het kinderdagverblijf heet Thuishuis de Goudvinkjes. En hoeveel kindertjes komen daar dagelijks? Er komen 6 kindjes tegelijkertijd. Maar ook tijd om de inwendige mens weer even te versterken. Dik tevreden, want de sfeer, de ambiance was geweldig. Jong en oud samen. Er werden genoeg plagerijtjes uitgedeeld. Er werd gelachen. Er werd heel veel samen gepraat. Ik ben dik tevreden, ook voor de mensen die we hier niet verwacht hadden, toch gekomen zijn. Normaal gesproken hebben ze hier veel meer lawaai. Het is ook heavy metal, hè, dit. Ja. Goed, dit is een liedje dat heet Johnny Poor. Ooh.
We staan nu in het schapenhok van een schapenhoeder die hier in het Zuidwolde woont. En er is iets heel bijzonders gebeurd. Namelijk, er zijn 4 kleine schaapjes geboren. Hoe is dat gekomen? Nou, ik had wel verwacht dat er meer in zaten als 2, zoals als de andere keren.
Want hij was zo verschrikkelijk zwaar. Ik had hem al eerder in huis, haar al eerder in huis gehaald omdat ze zo zwaar was van achteren in een enorme uier en ze kon bijna niet meer lopen. Dus ik had wel gedacht van meer dan twee. Maar toen ik ermee bezig was en ik had er inmiddels drie uitgehaald, toen zag ik een schaap nog werken. Werken betekent dat ze nog weeën hebben. Ja. Nou, als alle lammeren eruit zijn, dan heeft een schaap geen weeën meer. Dus toen heb ik nog eens gevoeld. En toen zat ik bijna bij zijn hoofd, zo diep moest ik erin. En toen voelde ik nog een paar pootjes. Ik denk, hey, dus toen trok ik er nog één uit. En toen waren er vier. Nou, dat is wel heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Ik heb het één keer eerder gehad, een jaar of 10 geleden. Dat schaap bracht ook altijd veel lammeren. Alleen dat schaap is het jaar erop door bliksem gedood. Dus die had ik toen niet meer. Maar ik heb één keer eerder vier gehad. Alleen dat schaap kon die vier niet te drinken geven. Had niet genoeg melk. En dat lam is toen naar een vriend van mij gegaan. Die had een schaap waarvan de lam was, denk ik, doodgegaan. Of levenloos was geboren. En toen is dat lam dus bij dat schaap gebracht. En dit schaap heeft voldoende melk voor de vier? Die heeft tot dusver voldoende melk. Maar je moet niet vergeten, hoe groter de lammeren worden, hoe meer melk het schaap moet geven. Dus ja. Of het met een week nog zo is, dat weet ik niet. Maar tot dusver lijkt het geweldig. Hoe moet je ze bijvoederen? Het schaap voer ik bij met energieblok. En zij krijgt iedere avond een kilo Bix. En ook iets van bietenpulp. Voor extra energie. En goede hooi. Ja, en dat is voldoende om goede melk te geven voor alle vier. Ja, ja. Nou, het nog beter zou zijn van in de wei. Alleen daar is het nog te koud voor. Ja, en wanneer gaan ze naar buiten? Nou, als zodra ze een keer een hele mooie zonnetje schijnt en weinig wind, dan kunnen ze naar buiten. Maar daar lijkt het deze week nog niet op. Nee, ja, voorlopig is het zo veilig mogelijk om binnen te houden. Ja. Wat ja. Is er zo leuk aan om schapen te houden? Ja, dat is gewoon het idee. Toen ik nog een drukke baan had, toen gaf me dat rust. En nu ik niet meer werk, nu is het gewoon een leuke hobby. Ja, en hoeveel schapen heb je eigenlijk? Ik heb er maar 6 hoor. 6. En ja. Hoeveel zijn er nog drachtige schapen bij? Er is nog één drachtige schaap. Die lammert volgende week. En hoeveel schapen heb je tot nu? Jonge schaapjes heb je tot nu toe? Ik heb in totaal bij 5 schapen had ik 15 lammeren, maar één lam die heeft het niet gered. Dus ik heb er nu nog 14 lammeren bij 5 schapen. En die wandelen nu in de wei? Die wandelen in de wei. Die is een lammerhok. Daar kunnen ze 's nachts in met stro. En die hebben het daar prima naar hun zin. Is het niet heel arbeidsintensief? Nou, ik ben er wel heel veel mee bezig. Maar als je gewoon een boer bent die ervan leeft, dan valt dat mee hoor. Maar ik vertroetel ze een beetje. Geef ze goed voer. Kijk er vaak naar. Dat... Hoe hou je het in de gaten dat ze naartoe zijn om te werken? Ik heb in huis een camera. Ach, hier een camera en in huis een beeldscherm. En daar kan ik dus het proces volgen. Oké, dus als je binnen bent in huis, dan zie je wanneer het zover is? Ja, ja, ja. En buiten ook? En buiten ook, ja. Ja, ja. Oké. Dus ja, het is echt een mooie hobby. Ja hoor. En doe je toch, hoe lang doe je dit al? Nou, zo'n 45 jaar. 45 jaar, dat is al best wel lang. Dat is heel lang, ja. Dat blijkbaar bevalt goed. Ja, de verslaggever is denk ik nog niet eens 45, dus wat dat betreft... Ja, wat dat betreft... Is dan mensenleven bijna. Ja, ongelooflijk, ja. Maar ja, je lacht erbij, volgens mij vind je het, is het je lust in je leven. Ja hoor, het is super. Ja, nou, we wensen je veel plezier en voortzetting met hoeveel lammetjes nog komen. We zijn benieuwd. Ja, bedankt. Goed, graag gedaan. Yo.